AfriForum is vastbesloten om racisme uit te roei. Die burgerrechte organisatie beplan ook streng optreden tegen oortreders. En het is belangrijk om mensen tot verantwoording te roepen. Racisme per se is niet een misdaad, nie, maar zekere vormen van racisme of zekere manieren of gedrag wat daaruit spreidt kan een misdaad wees. Soos aanhitsing tot geweld. En in daardie geval glo ons dat ons die strafrechtelijke route moet stap. Andere keren gebruik mens die gelijkheidswet, wat weer een civiele route is, waar je iemand dagval. Dr. Frans Cronje van die Instituut vir Rasseverhoudinge sê die regering maak homself ook skuldig aan negatieve rasseretoriek. Soos politieke leiders al hoe meer rasse-nationalistische uitspraken maak om aandacht af te trekken van hulle eie mislukkings, sien ons dat op een klein skaal begin opinies wat uitgesprek word door verschillende culturen en rassen en klasgroepen effens van elkaar af weg te beweeg. Dit is ver van een crisis, maar dit is een waarschuwing. Volgens academicus Rode Kadali is dit ironisch dat er soveel rasgebaseerde wetgeving in een democratische Zuid-Afrika is. Affirmative action, or the poor application of affirmative action, has led to affirmative inaction. Because we appoint color or gender rather than qualifications and skills. AfriForum het al verskeie klagtes by die politie ingedien oor mense wat hulle self aan racisme skuldig maak, maar het nog geen terugvoer gekry of dit ondersoek word nie. Gerrit Pretorius, 1 Nuus, Centurion.